nooit meer te vergeten. Hartstikke leuk dat je weer ingeschakeld hebt op Veronica. Dus dat kan niet anders dan een goede avond worden. En ik neem het begin van die avond nu even met je door. Straks om 8 uur vragen, maar vooral gevaarlijke instinkers. Waarover je diep, maar niet te lang na moet denken in Denktank. Daarna hebben we 2 films voor je. Een comedy en een actiefilm. A League of Their Own is de comedy, maar er zitten ook wel ontroerende stukjes in. Het verhaal speelt zich voornamelijk af op het honkbalveld in de Tweede Wereldoorlog. En doordat de mannelijke spelers, onder andere Tom Hanks, te druk zijn met het uitvechten van die Tweede Wereldoorlog, storten de vrouwen, onder andere Madonna en Gina Davis, zich op het honkbal. Ze starten een vrouwencompetitie op, straks om 9:30. En dan om 10:50, actie en verrassingen in Livewire, met onder andere Pierce Brosnan in de hoofdrol. Een criminele organisatie heeft het op een aantal hooggeplaatste senatoren gemunt. En het wapen waarmee deze organisatie te werk gaat is water. Maar dan wel met een vloeibaar high-tech toevoegsel. En hierdoor verandert dit water in een zeer krachtig, explosief middel. Maar nu gaan we snel naar Onderweg naar Morgen. Wat bedoel je dan? Ik wil geen aap. Ik wil een mens. Nou helemaal gek geworden? We zijn er nog helemaal niet aan toe om op mensen te gaan opereren. Ik zou niet weten waarom niet. Ja, je kunt er niet zomaar lukraak in iemand zijn hersenen gaan zitten vergroeten. Oh, mag ik je er misschien aan helpen herinneren dat ik heel goed weet wat ik doe? Ja, ben je een aap, ja. Gina, heb jij dan geen vertrouwen in ons? Ja, ik sta voor de volle 100% achter het onderzoek, maar het is en blijft voorlopig een theorie. Voordat wij op mensen gaan opereren, wil ik eerst meer zekerheid. Oh, nou ja, goed, ga je gang, dan ga je meer testen. Nee, niet jij, wij. We zitten hier toch samen in? We gaan of door zoals we het samen hebben afgesproken, of ik trek mijn handen ervan af. Oh, nou, ja, goed, rustig maar, goed. We gaan door. En je moet het me beloven, dat je het voorlopig uit je hoofd laat om op mensen te gaan opereren. Oh, nou, oké. Ik zweer het. Kijk maar dat ik hier nou. Kijk, dit heb ik allemaal voor jou meegenomen. Maar thuis ligt nog een hele stapel op je te wachten. Aafke. Ja? Ik ben zo blij dat ik weer naar huis ga. En dat we samen in de tuin kunnen zitten. Hè? Wijntje drinken en de kinderen regelmatig zien. Ja, iedereen is heel blij dat je weer naar huis komt. Behalve Babette. Ik ga zo graag met haar praten. We moeten dit toch oplossen? Ja, maar het lijkt me geen goed idee om daar zo'n haast mee te maken. Dit zei Bettina nou ook al. Babette is erg geschrokken. Dat kun je er toch niet kwalijk nemen? Nee, dat doe ik ook niet. Dat wil ik juist tegen haar zeggen. Ja, maar je hebt haar vertrouwen geschonden. En het kost tijd om dat terug te winnen. En denk je dat dat kan zonder dat we met elkaar praten? Alles wat je tegen haar zult zeggen, zal ze fout interpreteren. Maar wat moet ik dan? Zet er niet onder druk. Laat het maar een tijdje rusten. Nou, die film die heeft dus echt een ontzettend verrassend einde. Want de man van die vrouw die blijkt dus uiteindelijk... Nee, ik ga het niet verklappen.
Misschien wilt u zelf nog die film gaan kijken. Dus... Nou, vertel maar rustig verder hoor. Ik ga nooit naar de bioscoop. Ik krijg geen bal aan in mijn eentje. Oh. Nou ja, die man die blijkt dus vroeger vrouw te zijn geweest, vandaar. Oh. Maar over wat u net zei. Heeft u dan helemaal geen vriendinnen met wie u uit kan gaan? Ach, die hebben allemaal een partner met wie ze rekening moeten houden. Of erger nog, soms nemen ze hem mee. Nou, dat haat ik, met een koppel op stap. Mm, ja, ja. Nou, volgens mij wordt het eens tijd dat u zelf een vriend neemt. Een vriend neemt? Een vriend neem je niet, Aisha. Die kom je tegen. Dus dan moet u naar een gelegenheid waar heel veel mannen zijn. Ja, en waar dan? In het café ben ik echt al in geen eeuwigheid een leuke kerel tegengekomen. Een ongetrouwde tenminste. Nou, hier op het werk kan ik het helemaal schudden. Daar kom ik nooit iemand tegen. Ja, maar er zijn toch ook van die clubs en feesten speciaal voor vrijgezellen? Kijk, hier, de achterpagina. Singles Party in Serenade. Een club met cachet, allure voor de alleenstaande met klasse. Nou, dat klinkt toch hartstikke goed? Ach, hou toch op, Aisha. Dat is voor die pathetische types die niet op een normale manier aan een partner kunnen komen. Zoals u? Nee, maar hoe kunt u daar nou over oordelen? U bent er nog nooit geweest. Nee, en ik zal er ook nooit naartoe gaan ook. Ja, maar misschien komen er wel ontzettend leuke mensen. Nou, die zitten echt niet op mij te wachten. Dag Anita, ik zie jou in de vloskamer, oké? Oké, tot ziens. Dag. Zullen we samen koffie gaan drinken? Koffie? Nee, niet. Nou, kom even binnen dan. Nou, wat een haast. Ben je zo bang dat iemand ons ziet? Ja, weet je wel. Hoezo? Ik heb het Tina verteld. Van jou en mij. En? Hoe reageerde ze? Ja, geschrokken en teleurgesteld. En boos? Ja, in het begin was ze boos. Later zei ze dat ze het wel begreep, waardoor ik mij natuurlijk veel schuldiger ging voelen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En nu? Hoe gaat het nu verder tussen jullie? Nou, we hebben een lang gesprek gehad en het is weer goed. Dus Gina heeft het je vergeven? Ja, zo zou je het ook kunnen noemen, ja. Ze heeft het er natuurlijk nog wel heel erg moeilijk mee. Maar ze wil onze relatie niet verbreken om een incident, gelukkig. En dan wil je niet meer dat ze ons samen ziet? Nou, eventjes niet. Dat begrijp je toch wel? Tuurlijk. Ik hoop alleen niet dat het betekent dat we niet meer met elkaar om kunnen gaan. Nee. Ik wil alleen Gina niet kwetsen. Mm-hmm. Heb je even? Jazeker. Ik zit net dat artikel over jou te lezen. Dat is wel buitengewoon lovend, hè? Ja, terecht. Zeg eens eerlijk. Gaat het echt zo goed met dat onderzoek? Ja, ik ben eigenlijk al een heel stuk verder. Hoe bedoel je? Nou, ik ben de experimentele fase eigenlijk wel voorbij. Ik wil binnenkort de eerste patiënt gaan behandelen. Je bedoelt een mens? Ja. Kan dat al dan? Ja. Dus al die ingrepen die hierin vermeld staan, zoals wegnemen van extreme angst en agressie en ongeremd gedrag, dat kan je nu toepassen op mensen? Ja, Bettina, als ik die cellen kan lokaliseren, kan ik ze ook wegsnijden, toch? En hoe lokaliseer je die dan? Nou, met diepte-elektroden. Ja, dan? Nou, dan verwijder ik ze operatief. Maar ik had wat aantekeningen meegenomen en het zou handig zijn als jij die doornam voordat jij het geld gaat aanvragen voor het vervolgonderzoek. Dat wil ik dan wel eens even lezen, ja. Ja, en als je er nou niet uitkomt, dan kom ik met alle plezier even bij je langs om het uit te leggen. Ik kan heus wel een medisch onderzoek beoordelen, hoor. Ja, uiteraard, uiteraard. Perfect, hoor. Doe je er meteen even een begrotingje bij? Met alle plezier. Ik wist dat ik op je kon rekenen. Wat dit soort dingen betreft, altijd. Ik voel mijn kip lekker. Mooi, dan kun je morgen terug naar huis. Hé, wacht eens even, wacht eens even. Ik ga niet terug naar huis, hoor. Dat is niet de bedoeling. Dat ik die spijkers niet hoeven te slikken. Wat bedoel je daarmee? Dat ik het heb gedaan om daar weg te komen. Ik wil namelijk dat jullie me onderzoeken. Ik heb je toch onderzocht? Mensen, ik bedoel psychisch. Ik bedoel dat jullie me psychisch moeten onderzoeken. Om te bewijzen dat ik weer helemaal normaal ben. Daar in de TBS-kliniek nemen ze me niet serieus. Dan denken ze dat ik nog steeds gek ben, namelijk. En jij denkt dat het niet zo is? Oh, ik weet gewoon dat ik weer helemaal normaal ben. En heb je dat ook tegen de arts verteld die jou daar behandelt? Ja! Maar ja, dat is juist de pest met zo'n TBS-kliniek. Daar denken ze gewoon, ik schrijf alles op een notitieblokje en dan is alles wel in orde. Daar doen ze helemaal niks mee. Echt, dokter, ik wacht nu al een half jaar op een heronderzoek. Ik ben het zo scheidzat. Wat wil je nou precies van mij? Ik wil een second opinion. Een psychologisch onderzoek is wel wat anders dan een second opinion. Je ligt hier voor een maagperforatie. Ja, ik weet zelf ook wel waarvoor ik hier lig. Het gaat mij erom dat jullie me onderzoeken en me dan kunnen bewijzen dat ik weer helemaal normaal ben. Dan heb ik een bewijs voor de TBS-kliniek. Echt, dokter. Als ik niet helemaal in orde ben, dan hoef je me te kicken en dan ben ik je zo weg.
Goed. Ik ga het voor je proberen. Maar ik beloof je niets. Hoeveel zitten er nog in? Nog een stuk of 3, 4, denk ik. Zo. Laatste? Ja, dat is de laatste. Zo. Oh, voelt het fijn, zeg. Lekker, hè? Oh. Raffi, ik wil eigenlijk even iets met je bespreken. Wat dan? Het gaat over Bettina. Volgens mij zit ze in de put. Bettina in de put? Nou, dat is een hele taaie tante, hoor. Die zit niet zomaar in de put. Ja, maar een beetje te taai. Volgens mij is ze eenzaam. Ze klaagt dat ze niemand had om mee naar de bioscoop te gaan... en dat al de vriendinnen geen tijd voor haar hebben. Helemaal. Ja. Ja, ze zit er een beetje cynisch over, maar... ik zag aan dat ze er echt wel mee zat. Nou ja, ik bedoel, als ze zich eenzaam voelt, dan moet ze lekker naar buiten gaan... of naar het theater, of weet ik veel. Of zal ik haar bellen om te vragen of ze zin heeft om een borrel te komen? Nee, goed plan. Ja? Ik had zelf trouwens ook een ideetje. Ik zag in de krant een advertentie staan voor alleenstaande. Zal ik haar daar een kaartje voor cadeau doen? Denk je dat ze dat leuk vindt? Ja. Ze zei van niet, maar ik denk dat ze de stiekem best wel eens een keertje een kijkje zou willen nemen. Ja, maar ik zou ook wel eens een keer een kijkje willen nemen. Oh ja? Van die hongerige wolf op zoek naar een porro. Ja. Ja? Ga je mee? Nee. Ga jij, maar voor mij is het echt helemaal niks. Waarom niet dan? Nou, maar ik ben bang dat ik mijn handen niet af kan houden van al die mooie, knappe, rijke, vrijgezelle mannen. En dat zou ik zo zielig vinden. Dus jij gaat ervan uit dat er niemand op mij af zou komen? Vind je dat zo raar dan? Met dat gekke haar en dat lelijke hoofd en dat... oh, zo ontzettend... Ik kom mee nog op aan. Hé, fijn dat ik je zie. Ik wil je nog even iets zeggen. Er wacht een patiënt op me. Kom, loop even met mij. Ik wil je alleen even zeggen dat het me heel erg spijt. Ik wil je geen pijn doen. Waar heb je het over? Je begrijpt wel waar ik het over heb. Je moet gekwetst geweest zijn toen je hoorde dat René iets met mij gehad heeft. Wat ik daarover denk of voel, dat gaat jou helemaal geen barst aan. Toch wil ik dat je weet dat het me spijt. Ik vind je excuses erg aandoenlijk, maar ik geloof er helemaal geen barst van. Wil je me nou met rust laten? Sorry hoor, maar je bent kwaad op de verkeerde. Ik heb jou niet bedrogen. Nee, maar je toch niet? Je hebt wel René versierd, terwijl je wist dat ze een vriendin had. Ja. En daar maak ik nu mijn excuses voor. Nou, dat heb je dan bij deze gedaan. Waarom doe je zelfstandelijk? Je denkt toch niet dat we nou vriendinnen gaan worden omdat jij gezegd hebt dat het je spijt? Eerlijk gezegd zie ik niet waarom dat niet zou kunnen. Omdat ik daar geen behoefte aan heb. Ik zal beleefd tegen je zijn, maar verder wil ik helemaal niks met je te maken hebben. En nu ga ik weer terug naar de patiënt. Nee, ik wil maar... Ik zou toch beleefd blijven? Ik heb nog een vraag voor je. Als collega. Ik heb een patiënt behandeld met een maagperforatie. TBS-patiënt. Fysiek is hij inmiddels helemaal hersteld, maar hij wil graag een second opinion over zijn mentale toestand. Hij denkt dat hij genezen is. En om wie gaat het? Hoekstra. Arend? Denkt hij dat hij genezen is? Ken je hem? Ik heb hem 1 keer ontmoet in de TBS-kliniek en dat was niet zo'n prettige ontmoeting, nee. Ik kan ook iemand anders vragen. Wat denk jij van zijn toestand? Ik vind in ieder geval dat hij recht heeft op een second opinion over zijn mentale toestand. Zeker van iemand van buiten de kliniek. Goed. Ik zal hem onderzoeken. Neemt u mij niet kwalijk, maar bent u de beroemde dokter Kouwenberg? Mag ik alsjeblieft een handtekening van u? Jij hebt mij een artikel gelezen. Ja, wie niet zegt. Het hele ziekenhuis gonst ervan. Iedereen is apetrots op je. Nou, iedereen. Nou ja, trots of jaloers, één van de twee. Ja, nou ja, ik vat het maar allebei als compliment op, hè. Nou, je hebt groot gelijk. Je moet ervan genieten. Ja, dank je. Zeg, maar wat zeg ik nou tegen de mensen die beweren dat ik de journalist heb omgekocht... of die me uitschelden voor dokter Frankenstein? Wat? Zeggen ze dat echt? Ja, reken maar. Nou ja, dat is toch volkomen smakeloos. Ik bedoel, als onderzoeker ben je altijd een zeer integer mens geweest. Nou, niet vergeten, briljant. Ja, zo kan die wel weer. Want zonder mijn even briljante Gina was het je natuurlijk nooit gelukt. Nou. Victor, hoe is het met Merel? Daar wou ik net naartoe gaan. Wacht, ik schakel de telefoon door en dan loop ik een eindje met je mee. Mee? Dat mag ik mijn briljante broer begeleiden? Oh, nee. Wie weet is het wel heel leuk en ontmoet je de man van je dromen. Veel plezier, liefst van Aisha.
Ja, goedemiddag. U spreekt met Bettina Wertheimer. Ik wilde graag even wat vragen over die singles party die u organiseert. Hoe ligt zo de gemiddelde leeftijd van de bezoekers? Oh. Wat trekt men nou zoal aan? Tenue de ville? Ja, ja. Wie zijn dat dossiers? Ik zit wel midden in een persoonlijk gesprek, hoor. Ja, sorry, ik heb geklopt. Nou, leg dan maar neer. Kom. Sorry voor de storing. Ja, dan wilde ik nog wat aan u vragen. Komen er net zoveel mannen als vrouwen? En zo ja, wat is dan hun gemiddelde opleiding? Gaans. Hi. Ik heb goed nieuws voor je. Ja? Ik krijg je second opinion. Dokter Rodriguez komt vanmiddag nog naar je kijken. Gina Rodriguez? Ja, ik hoorde dat jullie elkaar kennen. Ja. Is er iets? Ben je niet blij dat je onderzoek krijgt? Jawel, maar ik had er eerlijk gezegd op gerekend dat dokter Kouwenberg me zou onderzoeken in plaats van Gina Rodriguez. Maakt al niks uit. En Gina mag mij niet. Dat is helemaal niet waar. En zelfs als dat zo zou zijn, dan mag ze dat niet laten meespelen in haar onderzoek. Ze gaat je zorgvuldig onderzoeken. Geloof je me niet? Jawel, ik heb er wel vertrouwen in. Fijn, nou dan ga ik weer. Ja, hartstikke bedankt, hè, zuster. Dokter. Dokter! Lotus die kwam vandaag naar me toe. Oh? Ze bood me de excuses aan voor het feit dat ze met je naar bed is geweest. Wat, zei ze dat zo? Nee, niet zo letterlijk, maar daar kwam het wel op neer. Nou, het is toch aardig van haar dat ze haar verontschuldiging aanbiedt? Aardig? Het was gewoon schijnheilig. Waarom dan? Nou, omdat ze het alleen maar zei om mij nog even lekker onder mijn neus te wrijven dat ze met je gevreden had. Nou ja, dat is toch belachelijk. Die vrouw biedt haar verontschuldigingen aan en jij draait het meteen weer 180 graden om en vat het op als een belediging. Ja, want zo was het ook bedoeld. Het was neerbuigend. Je klinkt alsof je een hekel aan haar hebt. Ja, en jij niet. Dat wordt me wel even duidelijk. Hoe denk je nou dat ik me voel? Je kiest meteen een partij voor haar. Ik kies helemaal geen partij. Ik probeer er juist tussenin te staan. Nee, dat moet comfortabel zijn. Er tussenin staan. Jeetje, doe nou niet zo kinderachtig. Jij bent gewoon jaloers. Goed, René. Ik zal jou niet meer met mijn kinderachtige gedrag lastigvallen. Dag. Nee, Gina, wacht nou even. Hoor. Kom nou, ga weer zitten. Alsjeblieft. Mama heeft gezegd dat we moeten afwassen. Als je de afwas nou alleen doet, dan gaan we daarna naar de kermis. Maar dan ook in de achtbaan. Oké, ook in de achtbaan. Zo, met die vette troef is die voorlopig wel even bezig. Oh, nu heb je echt iets krachtigs nodig. Dreft met krachtig schuim wint het van alle vet. Zelfs aangebrand vet laat heel makkelijk los. Dat ging lekker, hè? Alles schitterend schoon. Ik ben klaar. Nu al? Dreft met krachtig schuim werkt best tegen vet. Soms werkt het zelfs te goed. Ingewikkeld, die nieuwe Dolph Choco Bites. Lekkere praliné of melkchocoladevulling omhuld door een heerlijk laagje Dolph chocolade. En om ervoor te zorgen dat ze zo lekker blijven, zitten ze in een speciale wikkel. Maar je moet wel even weten hoe je erbij kunt komen. Dolph Choco Bites. Ingewikkeld lekker. Nu is er een nieuwe Aquafresh Active met Actisan. Een tandpasta die anders is. Anders op 3 actieve punten. Het bestrijdt 99% van de schadelijke bacteriën. Het vermindert plakvorming met 50%. En dat maakt het tandvlees tot 25% gezonder. Nieuwe Aquafresh met Actisan. Actief tegen bacteriën, actief tegen plakvorming, actief voor gezond tandvlees. Jacques? Oh, wat een ramp. Overal spinazie. Oh. Niet met een handdoek. Neem Bounty. Oh nee, zulke moeilijke vlekken met keukenpapier. Oh, met Bounty lukt het wel. Oh nee, ze maakt het nat. Oh. Zo, daar gaan we.
Het is schoon voor je het weet. Oh la la, wat sterk. Mm-hmm. Het is gelukt met Bounty. Kom, Jacques. Daar drinken we op. Nee, het gastenboek. Wat een probleem. Goed gedaan, maître. Bounty met microcelstructuur. Absorberen sterk. Verlicht het zwaarste werk. Probeer Vicks ademvrij met tropsmaak. Lekker. Vicks ademvrij met een vleugje drop. In het oosten zeggen ze, perfectie bereik je in 2 stappen. Met de nieuwe two-step sauzen van Uncle Ben's is dat eenvoudig. Stap 1. Bak de bovenste laag en laat de aroma's van specerijen, groenten en oliën vrijkomen. Voeg uw vlees toe. Stap 2. De onderste laag saus erbij. En u geniet van een heerlijke maaltijd. Beleef de smaken van de wereld met Uncle Ben's two-step sauzen. Altijd een succes. Maître, Bounty geeft nu 5 gulden korting op een Brabantia keukenrolhouder bij Blokker. Oh la la! Hier is goed nieuws. Zorgd door ANP. Deze week bij ANP. Kilo runder gehakt van €14,99 voor maar €5,99. ANP chips, grote zakken in alle smaken van €1,59 voor maar €0,89. En dan nu het weer. Regen. In Museum Paleis Het Loo vindt u de mooiste serviezen van Nederland. Het Blauwe Doornik. Het Rode Meissen. Het Stedenservies. En uw eigen servies? Dat mag natuurlijk ook gezien worden. Want daar heeft u Sun voor. Sun, de vaatwasspecialist. Donderdagavond bij de Young One. Oh, Melkboer, fijn dat u er bent. Read my lips. Dus wil iedereen die een cd van mij heeft nu opstaan? Nou, voor mij een dubbele cheeseburger met bacon, een grote Franse free cheese en 2 McChicken en een Big Mac. We maken dom of love. Een stortvloed aan grappig commentaar. Donderdag in Read My Lips. Bij Veronica. Ja, ik bedoel, het is ook niet zo gek, want het is ontzettend lekker. Daarom, aardappel idee van Ronig. Je kunt er niet van afblijven. De Citroën Saxo 538. Verkrijgbaar in 5 opvallende kleuren. Tot 3000 piek voordeel. Met meegespoten bumpers en buitenspiegels. Gordels in verschillende kleuren. Blauwe wijzerplaten. Speciale bekleding. Gele versnellingspook. Leverbaar in sportuitvoering. En bovendien een gratis uitgestelde betaling tot 1 januari 2000. Op de toch al waanzinnig lage instapprijs van 18.990 piek. Leuk toch? Auto van de zaak. Ja, je hebt ook helemaal gelijk. Ik was niet aanwezig bij jullie gesprek, dus ik moet ook geen conclusies trekken. En dan helemaal niet aan jouw woorden twijfelen. Alsjeblieft. Dank je wel. In 1 ding heb je wel gelijk. Wat dan? Dat ik jaloers ben. Ik moet er gewoon niet aan denken dat jullie... Sst, denk daar dan ook niet aan. Denk nou gewoon aan ons en hoe ontzettend veel ik van je hou. Ik zal proberen. Hou jij dan ook nog ietsje pietje van mij? Waarom denk jij dat ik zo jaloers ben? God allemachtig, wacht er tegenwoordig iemand meer tot ik binnenroep. Nou, wat hebben we weer een zonnige meurtje, ja, zeg. Alleen jammer dat er zo'n donderwolf binnen komt rollen. Zo ietsje beter. Ik lieg het nog wel eens. Zeg, moet je luisteren, ik vroeg me af of je zin had om vanmiddag gezellig een borreltje met mij te drinken op het terras. Ik moet werken. Ja, maar dat is helemaal niet goed voor je. Wat? Nou, dat jij hier zo de hele dag in dat suffe, saaie kantoor van je zit. Je werkt de hele dag, de godsganse lange dag. Je werkt over, je zit in je eentje te verpieteren gewoon. Ja, meneer heeft Aisha gesproken. Ja, nou, ik roep al heel lang dat ik vind dat je te veel werkt. Moeten we dan allemaal maar een beetje lanterfanten? Nou, waarom niet? Wat is er zo heilig aan werken dan? Nou, niks. Maar ik vind gewoon wel dat je in staat moet zijn om je eigen centjes te verdienen. Niet altijd zitten. Ja, oké, dat is allemaal hartstikke leuk, maar je moet wel een beetje plezier maken in het leven.
Je zit hier gewoon in je eentje te verpieteren. Zeg maar wat je bedoelt. Nou, als dit jouw manier is om mee op te vrolijken, kan ik je meteen mededelen dat het niet werkt. Nee, maar ik kom je toch ook vragen of je zin hebt om mee uit te gaan? Heb je medelijden met je oude tante? Nee, ik heb geen medelijden met mijn oude tante, maar het lijkt me gewoon heel erg gezellig. Nou, ik denk toch dat ik liever naar huis ga. Nou, dan doe je het weer. Kom op nou eventjes, we gaan plezier maken. Je lievelingsneef vraagt of je gezellig mee uitgaat en jij wil naar huis? Nee, ik vind het wel leuk, maar... Nou, niks te maken. Ik zie je over een uurtje weer. Ja? Afgesproken. Dag, tante. Kun je aan dokter de Jong doorgeven dat ik het operatieverslag van... Dokter Victor! Hallo! Ik hoorde dat je nogal druk hebt, joh. Hey, ik ga nu scannen. Ze moeten me scannen. Dag! Is die gek hier nu nog steeds? Ja, ik heb geen ontslagformulier gezien. Goed, dan zal ik verandering inbrengen. Waar is Lotus? De eerste hulp, denk ik. Oké. Victor zal nooit iets doen wat zijn eigen carrière zal schaden. Zeker nu niet, nu hij in het middelpunt van de persbelangstelling staat. Ja, maar die publiciteit dankt hij nou juist aan zijn gewaagde standpunten. Gina, ik heb uitgebreid gesproken met Victor en ik heb jullie artikel gelezen en ik heb er werkelijk niets aan toe te voegen. Betekent dat jij hem toestemming gaat geven om op mensen te opereren? Nou, nee, niet vandaag of morgen, nee. Maar we gaan wel verder met de vervolgonderzoeken. Kunnen wij het hier een ander keertje over hebben? Sorry, je moet me excuseren, ik heb een afspraak. Morgen is er weer een dag, Gina. Doe jij fijn de deur achter je dicht? Je wilde me spreken? Ja, ik werd net nageroepen door Aant Hoekstra. Waarom loopt die gek hier nog steeds rond? Omdat hij nog onder behandeling staat. Ja, wat is het nou voor flauwekul? Ik bedoel, maagwandperforatie, dat duurt allemaal toch niet zo lang? Ik zelf ben klaar met Arend, maar wordt nog onderzocht door Gina. Waarvoor? Een heronderzoek van zijn psychische en neurologische toestand. Waarom in godsnaam? In wiens idee is dat? Van Arend zelf. Hij denkt dat hij genezen is en dat wil hij bewijzen. Oh, denkt hij dat? Nou, als ik ooit een geval heb... Arend wil zelf onderzocht worden? Inderdaad. En het liefst had hij dat laten doen door jou. Maar ik weet dat jij het zo druk hebt, dus ik heb hem doorverwezen naar Gina. Ja, ja. Nee, dat wilde ik weten. Bedankt. Was dat het? Ja. Dag. Laurens met Victor Kouwenberg. Ja, zou jij mij misschien kunnen helpen? Weet jij hoe het juridisch zit met een TBS-kliniek-patiënt die vrijwillig behandeld wil worden? Heb ik daar toestemming voor nodig? Gina, ben je al bij Arend geweest? Nee, nog niet, maar ik ben op weg naar hem toe. Madelief moet nog even zijn kamernummer opzoeken. Ik loop wel met je mee. Dat hoeft niet. Ik heb hem verteld dat jij hem komt onderzoeken. Wist hij nog wie ik was? Ja, hij wist meteen over wie ik dacht toen ik je naam noemde. Hij wist je voornaam zelfs. Goh? Ja, ik denk dat je Arend niet moet onderschatten. Hij is nog heel gissen bij de tijd. Ja, dat is het probleem ook niet bij Arend. Ik heb hem een onbevooroordeeld onderzoek beloofd. Zie je dat tegenop? Nee, dat niet. Maar het is ook niet bepaald mijn favoriete kind. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Nou, kom op, wat staan we hier nou te wachten? Ik breng je wel even. Volgens mij moet je dat gewoon doen, dat is hartstikke leuk. Volgens mij is het echt donderpret. En trouwens, je weet het, hè? Wie niet waagt, blijft maagd. Nou, als dit het niveau van jouw grapjes blijft, dan ga ik nog een borrel halen. Jij nog een biertje? Ik ga halen. Oh, goed. Ik heb je uitgenodigd, dus ik zal voor je zorgen. Oké. Wil je iets knabbelen erbij? Nee. Oh, natuurlijk, je goddelijke lijn. Ik was bijna vergeten. Nee, ik was ook aan het zelf twee, hè? Nee, volgens mij. Jij vindt die foto's nogal mooi, hè? Ja. Ik probeer erachter te komen hoe het met je gaat. Oh, dan moet je naar mij kijken. En niet naar die foto's en die vragenlijstjes. Draai je gewoon maar eens rustig om en kijk mij maar eens recht in mijn ogen. Of durf je dat soms niet? Goed zo. En kijk nou maar eens gewoon recht in de poppetjes van mijn ogen naar binnen. Dan zie je vanzelf dat ik niet gek meer ben. Zie je het? Als je het niet erg vindt, wil ik het graag iets wetenschappelijker aanpakken. Goed, vertel eens. Heb je de laatste tijd nog last gehad van een... Waarom luister je niet naar me? Ik zeg je toch dat je bij me naar binnen moet kijken? Of begrijp je er soms helemaal niet? Arend, laat me dit onderzoek alsjeblieft op mijn eigen manier doen. Nou, het is wel duidelijk dat je er niet van bakt! Heb je er nooit gehoord dat je ogen de vensters van je ziel zijn? Het is duidelijk dat je ergens over opwint. Ben je ergens boos over? Nee! Waarom schreeuw je dan zo? Doe je dit wel vaker? Vind jij dit normaal?
om zo te schreeuwen. Trent, vieze, vuile haar, kakker! Arend! Arend! Laat me los, Arend! Hou je bek, mij! Ben je bang, Duffertje? Ben je soms bang? Ik wist het wel, zeg het dan dat je bang bent! Presentator, drie kandidaten, een boel vragen en een paar instinkers leveren weer een spannende denkteken op. Straks. Elton John, terug in Nederland. Op 6 november in Ahoy.